Een leven op onze planeet. Door David Attenborough. Vertaald door Nathan Brinkman. Voorgelezen door Peter Drost. Inleiding. Onze grootste fout. Pripyat in Oekraïne is anders dan alle andere plaatsen waar ik ooit ben geweest. Het is een plaats van pure wanhoop. Op het eerste gezicht lijkt het een gezellig stadje met lanen, hotels, een plein, een ziekenhuis, parken met speeltuintjes, een postkantoor en een station. Er zijn scholen, zwembaden en cafés. Een restaurant bij de rivier. Winkels, supermarkten en kappers. Een theater en een bioscoop. Een danszaal en een voetbalstadion met een atletiekbaan. Dit stadje heeft alles wat wij mensen hebben voortgebracht om ons leven te veraangenamen. Alle onderdelen van onze zelfgeschapen leefomgeving. Rondom het culturele en commerciële centrum bevinden zich appartementen. Te midden van een goed doordacht wegennet staan hier in totaal 160 woontorens. Elk appartement heeft een eigen balkon. Elke toren heeft een eigen wasseret. De hoogste torens tellen bijna 20 verdiepingen en worden gesierd door een enorme hamer en sikkel, symbool van de scheppers van deze stad. Pripyat is gebouwd in de jaren 70 door de Sovjet-Unie, in een periode van grote bouwwoede. De stad bood onderdak aan bijna 50.000 mensen. Deze modernistische utopie was bestemd voor de allerbeste ingenieurs en wetenschappers van het Oostblok. Samen met hun jonge gezinnen. Op 8 mm beelden uit de jaren 80 zie je hoe ze opgewekt flaneren met hun kinderwagens, balletlessen volgen, zwemmen in het Olympische zwembad en boottochtjes maken op de rivier. Tegenwoordig is Pripyat verlaten. De muren verbrokkelen, de ramen zijn kapot. De Latijen begeven het. Tijdens mijn verkenningstocht door de donkere en lege gebouwen moet ik goed uitkijken. In kapsalons liggen de kapperstoelen op de vloer, te midden van stoffige krultangen en kapotte spiegels. TL-buizen hangen uit hun gehavende armaturen. De parketvloer van het stadhuis is opengebroken. Delen ervan liggen verspreid over een brede marmeren trap. Schoollokalen zijn bezaaid met lesboeken. Een pagina's gevuld met keurig Cyrillisch schrift in blauwe inkt. De zwembaden staan droog. De zittingen van de banken in de appartementen zijn doorgezakt. De bedden staan weg te rotten. Vrijwel alles is tot stilstand gekomen. Als er toch iets beweegt, schrik ik ervan. Bij elke deuropening die het doorgaat, dringt de afwezigheid van mensen zich sterker aan je op. Deze afwezigheid is Pripyats voornaamste kenmerk. Ik heb andere door mensen verlaten steden bezocht. Pompeji, Angkor Wat en Machu Picchu. Maar hier vestigt juist de alledaagsheid van de omgeving alle aandacht op de verlatenheid daarvan. De bouwwerken en hun voorzieningen zijn voor ons zo bekend dat het feit dat ze in onbruik zijn geraakt niet slechts het gevolg kan zijn van het verstrijken van de tijd. De wanhoop van Pripyat is hiervan het gevolg. Alle voorwerpen van de door niemand meer geraadpleegde publicatieborden tot de afgedankte rekenlinealen in de leslokalen en de vervallen piano in de kroeg zijn stille getuigen van het vermogen van de mensheid om alles kwijt te raken wat ze nodig heeft en waaraan ze waarde hecht. Slechts mensen hebben de macht om werelden te scheppen en ze vervolgens weer te vernietigen. Op 26 april 1986 explodeerde reactor nummer 4 van de nabijgelegen kerncentrale Vladimir Iljitsch Lenin, tegenwoordig beter bekend als Tsjernobyl. De explosie was het gevolg van een slechte planning en menselijk falen. Het ontwerp van de reactoren was onvolkomen. Het bedienend personeel was hiervan niet op de hoogte en werkte bovendien nogal slordig. De ontploffing van Tsjernobyl werd veroorzaakt door fouten, de menselijkste van alle verklaringen. Hoog in de lucht verspreidde zich 400 keer meer radioactief materiaal over Europa dan was vrijgekomen tijdens de ontploffing van de bommen boven Hiroshima en Nagasaki. In regendruppels en sneeuwvlokken viel het uit de lucht. Het kwam terecht in de bodem en het water, en in de voedselketen. Nog altijd wordt er gedebatteerd over het aantal voortijdige sterfgevallen als gevolg van deze gebeurtenis. Maar naar schatting waren het honderdduizenden. Volgens velen van Tsjernobyl de duurste milieuramp uit de geschiedenis. Dat is helaas niet waar. Er is iets anders gaande. Overal, over de hele wereld, nauwelijks merkbaar, dag in, dag uit. Gedurende de afgelopen eeuw. Ook dit is het resultaat van een slechte planning en menselijk falen. Niet één onfortuinlijk ongeluk, maar een gevaarlijk gebrek aan zorg en begrip dat al ons handelen beïnvloedt. Het begon niet met een grote knal. Het begon in stilte, voordat iemand het in de gaten had. Als gevolg van diverse, wereldomvattende en complexe oorzaken. De effecten kunnen niet door een enkel apparaat worden gemeten. Pas door honderden onderzoeken over de hele wereld is bevestigd dat er iets aan de hand is. De gevolgen zullen verstrekkender zijn dan de vervuiling van de bodem en het water in een paar landen met pech. Uiteindelijk zou het kunnen leiden tot de ontwrichting en ineenstorting van alles waar we op vertrouwen. Dit is de werkelijke tragedie van onze tijd. De steeds snellere afname van de biodiversiteit van onze planeet. Een overweldigende biodiversiteit is vereist opdat het leven op onze planeet werkelijk kan floreren. Alleen wanneer miljarden verschillende individuele organismen optimaal gebruik maken van alle hulpbronnen en kansen die ze tegenkomen. En wanneer miljoenen soorten levens leiden die onderling zodanig zijn gekoppeld, dat ze elkaar in stand houden, kan de planeet soepel functioneren. Hoe groter de biodiversiteit van onze planeet, hoe veiliger al het leven op Aarde, inclusief wijzelf. De biodiversiteit keldert echter onder invloed van onze huidige leefwijze. Hieraan maken we ons allemaal schuldig, al is dat niet onze eigen fout. Pas de laatste paar decennia zijn we gaan begrijpen. Dat ieder van ons is geboren in een menselijke wereld die altijd al inherent niet duurzaam is geweest. Nu we ons hiervan bewust zijn, moeten we kiezen. We kunnen doorgaan met het leiden van onze gezapige levens, onze kinderen grootbrengen, en de eerzame doelen nastreven die de moderne samenleving ons voorschrijft, en intussen de ramp negeren die op het punt staat zich te voltrekken, of. We gaan het anders doen. Deze keuze is niet bepaald voor de hand liggend. Het is immers maar al te menselijk om ons stevig vast te klampen aan wat we kennen en het onbekende te negeren of te vrezen. De inwoners van Pripyat zagen elke ochtend als ze de gordijnen opendeden de reusachtige kerncentrale die op een dag hun leven zou verwoesten. De meesten van hen werkten er zelfs. Het inkomen van de anderen was van hen afhankelijk. Velen van hen begrepen ongetwijfeld hoe gevaarlijk het was om zo dichtbij te wonen. Maar ik betwijfel of een van hen de centrale oort zou hebben uitgeschakeld. Tsjernobyl leverde hun immers het kostbaarste bezit: een comfortabel leven. Vandaag zijn we allemaal inwoners van Pripyat. We leiden onze aangename levens in de schaduw van een ramp die we zelf veroorzaken. Deze ramp komt tot stand door juist die dingen die ons in staat stellen een aangenaam leven te leiden. En het is logisch dat we hiermee zullen doorgaan totdat we een doorslaggevende reden hebben om ermee op te houden. En een aansprekend alternatief. Daarom heb ik dit boek geschreven. De natuurlijke wereld is in verval. Het bewijs is overal. Het gebeurde tijdens mijn eigen leven. Ik heb het met eigen ogen gezien. En het zal leiden tot onze vernietiging. Er is echter nog tijd om de centrale uit te zetten. En er is een goed alternatief. In dit boek wordt beschreven hoe het zover heeft kunnen komen, wat onze grootste fout was. En hoe wij het tij ten goede kunnen keren, mits we nu handelen. Deel 1. Terugblik. Op het moment van schrijven ben ik 94 jaar. Ik heb een zeer uitzonderlijk leven geleid. Nu pas besef ik hoe uitzonderlijk het was. Ik heb mijn leven mogen besteden aan het bezoeken van natuurgebieden over de hele wereld. En het maken van films over wezens die er leven. Daarbij heb ik talloze plekken op de aarde bezocht. Ik heb persoonlijk de verbazingwekkende natuurlijke verscheidenheid ervaren en ben getuige geweest van spectaculaire gebeurtenissen en aangrijpende drama's. Als jongen droomde ik, net als veel andere jongens, van reizen naar verre en onbekende oorden om de natuur in haar ongerepte toestand te observeren. En zelfs dieren te ontdekken die de wetenschap nog niet kende. Nu kan ik nauwelijks geloven dat ik precies dat zo'n groot deel van mijn leven heb gedaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik een ander leven zou hebben geleid. Altijd al was ik gek op onderzoek, op avontuur en op het ontdekken van de wildernis. Nog iedere dag doe ik nieuwe kennis op, net als toen ik een jongen was. 1937. Wereldbevolking 2,3 miljard. Koolstof in de atmosfeer 280 ppm. Percentage wilde natuur 66%. Toen ik 11 jaar was, woonde ik in Leicestershire, in Midden-Engeland. Toen was het voor een jongen van mijn leeftijd nog heel normaal om op de fiets te stappen en een hele dag rond te zwerven over het platteland. Dat deed ik dan ook. Elk kind wil ontdekken. Een steen omdraaien en kijken welke beestjes eronder zitten, is ontdekken. Het was voor mij ondenkbaar om niet gefascineerd te zijn wanneer ik zag wat er gaande was in de natuur om mij heen. Mijn oudere broer was een heel andere mening toegedaan. In Leicester was een amateur toneelgezelschap dat voorstellingen gaf op een bijna professioneel niveau. Hij haalde me ze nu en dan over. Om met hem mee te gaan en een paar zinnen uit te spreken voor een bijrolletje, maar mijn hart heeft het nooit gestolen. In plaats daarvan stapte ik, zodra het warm genoeg was, op de fiets en reed naar het oosten van het graafschap. Maar stenen waren vol mooie en intrigerende fossielen. Eerlijk is eerlijk, het waren geen dinosaurusbotten. De honingkleurige kalksteen was als modder afgezet op de bodem van een oude zee. Dus kon je geen beenderen van landdieren verwachten. Maar ik vond wel de schelpen van zeedieren. Ammonieten, sommige met een doorsnee van ruim 15 centimeter, gedraaid als ramshorens. andere ter grootte van een hazelnoot, met binnenin kleine plateaus van calciet, die de kieuwen hadden ondersteund, waarmee de erin levende wezens hadden geademd. Ik kon me niets spannenders voorstellen dan het oppakken van een veelbelovende steen. Er met een hamer op te slaan en te kijken hoe hij uit elkaar viel, zodat een van die prachtige schelpen zichtbaar werd, glinsterend in het licht van de zon. En ik genoot van de gedachte dat ik de eerste mens was die ze te zien kreeg. Vanaf jonge leeftijd was ik ervan overtuigd dat de belangrijkste vorm van kennis begrip oplevert van de manier waarop de natuur functioneert. Ik was niet geïnteresseerd in de wetten die de mens had opgesteld. Maar wel in de beginselen die de levens van planten en dieren leiden, niet in de geschiedenis van koningen en koninginnen, of de verschillende talen die in diverse menselijke samenlevingen waren ontstaan, maar wel in de waarheden die de wereld hadden geregeerd lang voor het ontstaan van de mensheid. Waarom waren er zoveel verschillende soorten ammonieten? Waarom was deze anders dan die? Leefde hij misschien op een andere manier? Leefde hij in een ander gebied? Al gauw kwam ik erachter dat anderen zich dezelfde vragen hadden gesteld en al veel antwoorden hadden gevonden, en dat hun antwoorden samen het allermooiste verhaal vertelden: het verhaal van het leven. Het verhaal van de ontwikkeling van het leven op aarde is vooral een verhaal van trage, geleidelijke verandering. Elk levend wezen waarvan ik de resten in de rotsen aantrof, was zijn leven lang op de proef gesteld door de omgeving waarin het leefde. De wezens die goed waren in overleven en zich voortplanten, gaven hun eigenschappen door. De wezens die er minder goed in waren, slaagden daar niet in. Gedurende miljarden jaren veranderden levensvormen en werden ze complexer, efficiënter en vaak. Gespecialiseerde. Hun lange verhaal kon beetje bij beetje worden afgeleid uit de vondsten in de stenen. De kalksteen van Leicester had hiervan slechts een korte periode vastgelegd, maar andere hoofdstukken lagen besloten in de vondsten die waren tentoongesteld in het Stadsmuseum. En om nog meer te ontdekken, besloot ik dat ik zou proberen naar de universiteit te gaan als de tijd daar rijp voor was. Toen ik aan de universiteit studeerde, ontdekte ik nog een andere eeuwige waarheid. Dit lange verhaal van geleidelijke verandering was om de zoveel tijd abrupt onderbroken. Om de paar honderd miljoen jaar, na al die minutieuze selecties en verbeteringen, vond een catastrofe plaats. Een massa-extinctie. Door uiteenlopende oorzaken had in de geschiedenis van de Aarde. Periodiek een ingrijpende, snelle en wereldomvattende verandering plaatsgevonden van de leefomgeving, waaraan zoveel soorten zich juist zo perfect hadden aangepast. De aardse machinerie van het leven was gaan haperen, en het wonderlijke bouwwerk van delicate dwarsverbanden dat haar overeind hield, was in elkaar gestort. Plotseling verdwenen enorme aantallen soorten. Hun plek werd ingenomen door slechts enkele anderen. Al die evolutie voor niets. Deze monumentale uitsterfgolven veroorzaakten grenzen in het gesteente die je kunt zien wanneer je weet waarop je moet letten en hoe je ze kunt herkennen. Onder de grens bevinden zich talloze verschillende levensvormen, erboven maar een paar. Gedurende de 4 miljard jaar durende geschiedenis van het leven heeft een dergelijk massaal uitsterven vijf keer plaatsgevonden. Telkens stortte de natuur compleet in, waarbij net genoeg overlevenden overbleven om van vooraf aan te beginnen. De laatste keer trof vermoedelijk een meteoriet met een doorsnede van meer dan 10 kilometer de aarde. Het effect was 2 miljoen keer groter dan dat van de grootste waterstofbom die ooit is getest. Hij landde in een bedding van gips. Sommigen denken dat hierdoor zwavel hoog in de atmosfeer terechtkwam. En in de vorm van zure regen terugviel op aarde, maar hij planten doden en plankton uiteen deed vallen in de oppervlaktewateren van de oceanen. Een enorme hoeveelheid stof blokkeerde jarenlang een deel van het licht van de zon, waardoor de plantengroei jarenlang kan zijn belemmerd. Brandende restanten van de ramp landden mogelijk her en der op aarde, en veroorzaakten op het westelijk halfrond enorme vuurzeeën. Door alle branden. Zouden grote hoeveelheden CO2 en rook in de toch al vervuilde lucht terecht zijn gekomen, met een versterkt broeikaseffect tot gevolg? En doordat de meteoriet in een kustgebied neerkwam, vonden overal op aarde grote tsunamis plaats, waardoor ecosystemen werden verwoest en zeezand ver landinwaarts werd getransporteerd. Deze gebeurtenis veranderde de loop van de natuurlijke ontwikkeling. Drie kwart van alle soorten verdween, waaronder al het landleven dat groter was dan een doorsneehond. De 175 miljoen jaar durende heerschappij van de dinosaurussen kwam tot een abrupt einde. De wederopbouw kon beginnen. Gedurende de 66 miljoen jaar die sindsdien zijn verstreken, heeft de natuur gewerkt aan de reconstructie van het leven en daarbij opnieuw een diversiteit aan soorten geschapen en verfijnd. Eén van de resultaten van deze herstart was de mens. Ook onze eigen evolutie is geboekstaafd in het gesteente. Fossielen van onze naaste voorouders zijn een stuk zeldzamer dan die van ammonieten, omdat ze pas zo'n 2 miljoen jaar geleden zijn ontstaan. En er speelt nog een ander probleem de restanten van landdieren zijn niet grotendeels afgedekt door zich ophopende sedimenten, zoals die van zeedieren, maar zijn blootgesteld aan de vernietigende kracht van de hete zon, stortregens en vorst. Toch bestaan ze. De weinige resten van onze voorouders die we hebben gevonden, doen vermoeden dat we oorspronkelijk zijn ontstaan in Afrika. Daarbij begon de omvang van onze hersenen toe te nemen. In een zodanig tempo dat we daarbij waarschijnlijk een van ons meest onderscheidende kenmerken kregen: het vermogen om op unieke wijze culturen te ontwikkelen. Voor evolutiebiologen betekent de term cultuur de informatie die van het ene individu op het andere kan worden overgebracht door aanleren of imitatie. Voor ons lijkt het nabootsen van de ideeën of daden van anderen eenvoudig, omdat we er zo goed in zijn. Afgezien van de mens toont slechts een handvol soorten tekenen die wijzen op het beschikken over cultuur. Twee voorbeelden zijn chimpansees en tuimelaars. Geen enkele andere soort benadert echter ook maar in de verte het menselijk vermogen tot cultuur. Cultuur heeft de wijze waarop wij evolueren. Op haar kop gezet. Het betekende een nieuwe manier waarop onze soort zich aanpaste aan het leven op aarde. Andere soorten zijn afhankelijk van fysieke veranderingen die generaties in beslag nemen. Wij kunnen een idee voortbrengen dat leidt tot een verandering binnen één generatie. Binnen een enkele generatie kunnen mensen elkaar slimmigheden aan de hand doen, zoals het vinden van planten die vocht bevatten tijdens een droge periode. Het maken van stenen gereedschap om een prooi te vullen, het maken van vuur en het koken van een maaltijd. Deze nieuwe manier van overerving staat los van degene die we van onze ouders hebben meegekregen. Dus nam het tempo waarin wij veranderden toe. De hersenen van onze voorouders groeiden met een ongekende snelheid, zodat we konden leren, onthouden en onderwijzen. Uiteindelijk kwam hun lichamelijke aanpassing geleidelijk tot stilstand. Ongeveer 200.000 jaar geleden verschenen de eerste anatomisch moderne mensen. Homo sapiens, mensen zoals jij en ik. Sindsdien zijn we in fysieke zin nauwelijks meer veranderd. Onze cultuur is echter juist spectaculair veranderd. In de begintijd van onze soort draaide onze cultuur om jagen en verzamelen. In beide waren we heel goed. We voorzagen onszelf van de materiële voortbrengselen van onze cultuur: zoals haken om vis te vangen en messen om herten mee te slachten. We leerden het vuur te beheersen om te koken en stenen te gebruiken om er graan op te malen. Maar ondanks onze vernuftige cultuur was het leven niet gemakkelijk. Onze leefomgeving was onbarmhartig en, erger nog, onvoorspelbaar. De wereld was gemiddeld een stuk kouder dan tegenwoordig en de zeespiegel veel lager. Het was moeilijk om zoet water te vinden en over de hele wereld was sprake van relatief snelle en hevige temperatuurschommelingen. Onze lichamen en hersenen leken al zeer sterk op die van tegenwoordig. Maar door de grilligheid van onze leefomgeving was het moeilijk om te overleven. Uit genetisch onderzoek blijkt zelfs dat we 70.000 jaar geleden door de klimatologische omstandigheden waren overgeleverd aan gebeurtenissen die ons bijna de kop hadden gekost. Mogelijk leefde op aarde niet meer dan 20.000 vruchtbare volwassenen. Als we ons verder wilden ontwikkelen, hadden we een zekere mate van stabiliteit nodig. Die kwam er aan het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden. Het Holoceen, het deel van de geschiedenis van de aarde dat wij beschouwen als onze tijd, is een van de stabielste perioden in de lange geschiedenis van onze planeet. Al 10.000 jaar varieert de gemiddelde wereldwijde temperatuur met hooguit 1 graad. De oorzaak van deze stabiliteit kennen we niet precies. Maar de rijkdom van het leven zou er best wel eens mee te maken kunnen hebben. Fytoplankton. Microscopisch kleine plantjes die dicht bij het oceaanoppervlak drijven en uitgestrekte wouden in het noorden van de wereld hebben een grote hoeveelheid koolstof vastgelegd en hielpen zo een evenwichtig aandeel broeikasgassen in de atmosfeer te handhaven. Grote kuddes, grazende dieren hielden het grasland in goede conditie door de bodem te bemesten en stimuleerden de groei ervan door te grazen. Mangrovenbossen en koraalriffen langs de kust fungeerden als kraamkamer voor jonge vissen, die later het ruime sop kozen en het ecosysteem van de oceanen verrijkten. Een dichte, gelaagde gordel van regenwouden rond de Evenaar maakte gebruik van de energie van de zon en bracht vocht en zuurstof in de lucht. En grote, witte vlakten van sneeuw en ijs in het uiterste noorden en zuiden van de aarde. Weerkaatste zonlicht naar de ruimte en koelde zo de gehele aarde als een reusachtige koelinstallatie. Op die manier hielp de rijke biodiversiteit van het Holocene om de schommelingen van de aardtemperatuur binnen de perken te houden en de natuur nam een kalm en betrouwbaar jaarritme aan het ritme van de seizoenen. In de tropen wisselden droge en natte seizoenen elkaar af met de regelmaat van de klok. In Azië en Oceanië draaide de wind jaarlijks op hetzelfde moment naar dezelfde richting, met de moessons tot gevolg. In het noorden steeg de temperatuur in maart tot boven de 15 graden, zodat het lente werd. De daling van de temperatuur in oktober kondigde de herfst aan. Het Holoceen was onze hof van Ede. Het ritme van de seizoenen was zo betrouwbaar. Dat het onze soort de kansen bood die we nodig hadden en die we met beide handen aangrepen. Vrijwel op hetzelfde moment waarop de omgeving was gestabiliseerd, stapten in het Midden-Oosten groepen mensen over van jagen verzamelen op een geheel nieuwe manier van leven. Ze begonnen voedsel te verbouwen. Dit was geen opzettelijke verandering. De overgang was niet gepland. Het ontstaan van de landbouw verliep traag, rommelig en toevallig. Meer door geluk dan door wijsheid. In het Midden-Oosten had het land de eigenschappen die nodig waren voor deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Het gebied ligt op de grens tussen drie continenten: Afrika, Azië en Europa. Zodat gedurende miljoenen jaren planten- en diersoorten uit alle drie continenten het gebied doorkruisten en zich hervestigden. De heuvels en vlakten werden gekoloniseerd door planten. Waaronder de wilde voorouders van onze huidige tarwe, gerst, kikkerert, ert en linzen. Allemaal soorten waarvan de zaden zo rijk zijn aan voedingsstoffen dat ze de lange droge periode kunnen doorstaan. Dergelijke smakelijke hapjes moeten elk jaar mensen hebben getrokken. Als deze meer zaden verzamelden dan ze direct nodig hadden, hebben ze die ongetwijfeld bewaard, net als sommige andere zoogdieren en vogels zodat ze deze konden opeten in de winter, wanneer voedsel schaars is. Op enig moment stopten de jager-verzamelaars met rondzwerven en begonnen ze zich te vestigen, in de wetenschap dat hun opgeslagen zaden hen van voedsel zouden voorzien wanneer er verder niets voorhanden was. Wilde runderen, geiten en schapen en varkens kwamen al van nature voor in dit gebied. Aanvankelijk werden ze in het wild bejaagd. Maar ook zij werden binnen een paar duizend jaar na het begin van het Olocean gedomesticeerd. Ook in dit geval zal de ontwikkeling van wild naar tam hebben bestaan uit een serie van ongetwijfeld toevallige tussenstappen. Aanvankelijk kozen de jagers mannetjes om te doden en ontzagen ze de drachtige vrouwtjes, zodat de populatie kon groeien. Bewijs hiervoor is ontdekt door wetenschappers. Die dierlijke botresten in de omgeving van prehistorische dorpen hebben bestudeerd. Wellicht verjoegen de mensen ook concurrerende roofdieren, of stelden ze het een deel van het jaar zonder vlees om de populatie op peil te houden. Uiteindelijk vingen ze niet alleen dieren, maar hielden ze deze gedurende langere periode en begonnen ze ermee te fokken. Daarbij selecteerden ze onvermijdelijk de minder agressieve exemplaren, die gemakkelijker te houden waren. Gaandeweg werden deze ontwikkelingen aangevuld met andere vernieuwingen, zoals het bouwen van graanschuren, het hoeden van kuddes, de aanleg van irrigatiekanalen en telen met behulp van mest. De landbouw had zijn intrede gedaan. Misschien was het ontstaan van landbouw wel bijna onvermijdelijk toen zo'n slimme en vindingrijke soort als de onze zich geconfronteerd zag met een stabiel klimaat, zoals in het Holoceen. Zeker is dat de landbouw tot ontwikkeling kwam op minstens elf plekken over de hele wereld, onafhankelijk van elkaar. Tal van gewassen werden daarbij gecultiveerd, waaronder oude bekende als aardappels, mais, rijst, suikerriet, en gedomesticeerde dieren, zoals ezels, kippen, lama's en bijen. De landbouw betekende een ommekeer in de relatie tussen mensen en de natuur. Op beperkte schaal temden we een deel van de wildernis. We kregen enige controle over onze leefomgeving. We bouwden muren om planten tegen de wind te beschermen. Dieren boden we beschutting tegen de zon door bomen te planten. En we verrijkten de grond waarop ze graasden met hun mest. We zorgden dat onze gewassen konden groeien en in droge perioden door ze nat te houden met behulp van kanalen vanaf rivieren en meren. We verwijderden planten die concurreerden met planten die we nuttig vonden en bedekten complete heuvelflanken met de door ons gewenste soorten. De dieren en planten die wij op deze manier selecteerden begonnen eveneens te veranderen. Doordat we de grazende dieren beschermden, hoefden deze zich niet meer te verweren tegen het gevaar van roofdieren of te vechten om toegang tot de vrouwtjes. We maakten onze akkers vrij van onkruid zodat onze voedselplanten konden groeien zonder concurrentie van andere soorten en alle stikstof, water en zonlicht kregen die ze nodig hadden. Ze brachten grotere graankorrels, vruchten en knollen voort. Dieren werden tammer, doordat we de noodzaak tot alertheid en agressie hadden weggenomen. Hun oren gingen hangen, hun staarten krulden en het jeugdige blaffen, blaten en janken bleven doorgaan tijdens hun volwassen leven. Misschien omdat ze in veel opzichten een eeuwige jeugd doormaakten, gevoed en beschermd door ons, hun surrogaatouders. En wij veranderden van soort die was gevormd door de natuur in een soort die in staat was andere soorten te vormen naar de eigen behoeften. De boeren moesten hard werken. Ze hadden regelmatig te lijden van droogte en hongersnood, maar na verloop van tijd. Waren ze in staat om meer te produceren dan ze onmiddellijk nodig hadden? Vergeleken met de jager-verzamelaars konden ze veel grotere gezinnen voeden. Hun extra zonen en dochters verzorgden niet alleen het gewas en het vee, maar hielpen ook bij de bescherming van het grondbezit. Door de landbouw nam de waarde van het land toe in vergelijking met de onontgonnen gebieden, en boeren begonnen duurzamere onderkomens te bouwen. Om hun eigendomsaanspraken kracht bij te zetten. De stukken grond van de verschillende families varieerden in bodemkwaliteit, beschikbaarheid van water en ligging. Sommige akkers en kuddes brachten hierdoor meer op dan andere. Voedsel dat overbleef nadat ze hun eigen gezin hadden gevoed, konden de boeren verhandelen. Boerengemeenschappen begonnen bijeen te komen op markten om hun waren te ruilen. Ze begonnen voedsel te ruilen voor andere hulpbronnen en vaardigheden. De boeren hadden steen, touw, olie en vis nodig. Er was behoefte aan de producten van houthakkers, metselaars en ambachtslieden, die nu voor het eerst in de gelegenheid waren om voedsel te verkrijgen door ruil in plaats van door hetzelfde te verbouwen. Naarmate de hoeveelheid ruilhandel toenam, ontwikkelden de markten zich tot dorpjes en later tot stadjes in veel van de vruchtbare vallei. Wanneer een vallei vol raakte, trokken sommige boeren naar de volgende, op zoek naar onontgonnen land. Naburige jager-verzamelaars dreven handel met de boerengemeenschappen en vermengden zich met hen. De landbouwpraktijk breidde zich in hoog tempo uit langs de rivieren tot aan de waterscheidingen. De beschaving was begonnen. Met elke nieuwe generatie en elke innovatie nam haar tempo toe: waterkracht. Stoommachines en elektriciteit werden uitgevonden en verder ontwikkeld. En uiteindelijk kwamen alle verworvenheden tot stand waarmee wij vandaag de dag vertrouwd zijn. Maar elke generatie in deze steeds complexere samenleving kon zich alleen blijven ontwikkelen doordat de natuurlijke omgeving stabiel bleef en garant stond voor de grondstoffen en randvoorwaarden die we nodig hadden. Onze goedaardige Holocene leefomgeving. En de fantastische biodiversiteit die haar in stand hield, werden voor ons belangrijker dan ooit. 1954. Wereldbevolking 2,7 miljard, koolstof in de atmosfeer 310 ppm. Percentage wilde natuur 64%. Nadat ik natuurwetenschap had gestudeerd en mijn dienstplicht had vervuld bij de marine. Ging ik werken bij de pas opgerichte BBC Television Service. Deze was opgericht in 1936 als eerste televisiestation ter wereld en beschikte over twee kleine studio's in Alexandra Palace in Noord-Londen. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd alles stilgelegd. Maar in 1946 werden de uitzendingen hervat, met dezelfde camera's in dezelfde studio's. Alle programma's waren live en in zwart-wit. Ze konden alleen worden bekeken in Londen en Birmingham. Mijn baan bestond uit het produceren van allerhande non-fictieprogramma's. Maar naarmate het aantal en de verscheidenheid aan programma's toenamen, ging ik me steeds meer toeleggen op natuurhistorie. Om te beginnen lieten we dieren zien die uit de Londense dierentuin naar de studio waren gebracht. Ze werden op een tafel geplaatst. Die was bedekt met een deurmat en werden meestal verzorgd door een van de dierentuinmedewerkers. Hierdoor leken de dieren echter op rariteiten. Ik snakte ernaar om ze te laten zien in hun natuurlijke omgeving, in het wild, waar hun uiteenlopende vormen en kleuren betekenis hadden. En uiteindelijk bedacht ik een manier waarop dit mogelijk zou zijn. Samen met reptielenverzorger Jack Lester van de Londense dierentuin maakte ik een plan. Hij zou aan de directeur van de dierentuin voorstellen dat hij naar Sierra Leone zou reizen, een land dat hij goed kende, en dat een cameraman en ik mee zouden gaan om zijn bezigheden op film vast te leggen. Na elk filmfragment van Jack tijdens zijn werk zou hij live in de studio verschijnen, met het dier dat hij had gevangen, en uitleg geven over de biologische achtergrond ervan. Het zou publiciteit genereren voor de dierentuin. En de BBC zou een dierenprogramma rijker zijn. We noemden het Zoo Quest. Zo reisde ik in 1954 naar Afrika samen met Jack en Charles Lagos, een jonge cameraman die in de Himalaya had gewerkt en gebruik maakte van de lichtgewicht 16 mm camera die we nodig zouden hebben. De eerste uitzending vond plaats in december 1964. Helaas bleek een dag later dat Jack in het ziekenhuis was opgenomen met een ernstige ziekte die uiteindelijk dodelijk zou aflopen. Hij kon onmogelijk de week daarop in de studio verschijnen voor de tweede uitzending. Slechts één persoon was in staat hem te vervangen, en dat was ik. Dus verliet ik de regieruimte van waar ik de live camera's had aangestuurd. En stond ik in plaats daarvan in de studio's te hannessen met de pythons, apen, zeldzame vogels en kameleons die we hadden meegebracht van onze expeditie? Zo begon mijn carrière voor de camera. De serie bleek heel populair en ik begon de wereld rond te reizen om zoequests te maken. Naar Guyana, Borneo, Nieuw-Guinea, Madagaskar, Paraguay. Overal waar ik naartoe ging trof ik wildernis aan. Bruisende kustzeeën, uitgestrekte wouden en immense grasvlakten. Jaar na jaar verkende ik zulke plekken met camera's en legde ik de wonderen der natuur vast voor de kijkers thuis. De mensen die ons hielpen en ons de weg wezen door de wouden en woestijnen begrepen niet waarom wij het zo moeilijk vonden om dieren op te sporen. Zij zagen zo onmiddellijk. Pas na enige tijd. Maakte ik mij de vaardigheden eigen die ik nodig had om enigszins te kunnen leven en werken in de wildernis? De uitzendingen werden zeer geliefd. Mensen hadden nooit eerder een schubdier op televisie gezien. Luiaards kenden ze niet. We toonden hun de grootste hagedis, de zogeheten draak die leeft op Komodo, een eilandje in midden-Indonesië, en filmden voor het eerst balsende paradijsvogels in de bossen van Nieuw-Guinea. De jaren vijftig werden gekenmerkt door groot optimisme. De Tweede Wereldoorlog, die Europa in puin had gelegd, verdween langzaam naar de achtergrond. De wereld wilde verder. Technische innovaties maakten ons leven gemakkelijker en maakten nieuwe ervaringen mogelijk. Niets leek onze vooruitgang in de weg te staan. De toekomst zou geweldig worden en al onze dromen in vervulling laten gaan. Ik reisde de wereld rond en werd betaald om de natuur in te trekken. Dus waarom zou ik er anders over denken? Toen was nog niemand zich bewust van de problemen die speelden. 1960. Wereldbevolking 3 miljard. Koolstof in de atmosfeer 315 ppm. Percentage wilde natuur 62 procent. Als er een type wildernis is waarbij iedereen wel een beeld heeft, zijn het de savannes van Afrika. Met hun olifanten, neushoorns, giraffes en leeuwen. Mijn eerste bezoek aan deze vlakte was in 1960. De wilde dieren die ik tegenkwam waren geweldig. Maar met name de enorme uitgestrektheid van deze open ruimte trok mijn aandacht. Het Maasai woord Serengeti betekent eindeloze vlakte. Een uitstekende omschrijving. Soms ben je op een bepaalde plek in de Serengeti en is er nergens een beest te zien. En de volgende ochtend ben je omringd door een miljoen gnoes, een kwart miljoen zebra's, een half miljoen gazelles. Een paar dagen later zijn ze allemaal weer verdwenen. Geen wonder dat een vlakte waarin zulke reusachtige kudders kunnen verdwijnen als eindeloos werd beschouwd. Op dat moment was het nog ondenkbaar dat mensen één enkele soort op een dag in staat zouden zijn om een bedreiging te vormen. voor iets met de omvang van deze vlaktes. Toch was dat toen al de angst van een vooruitziende wetenschapper. Bernard Gzimek. Hij was de directeur van de dierentuin in Frankfurt, die hij weer had opgebouwd na de ravage die was aangericht door de oorlog. In de jaren 50 werd hij een bekend gezicht op de Duitse televisie. Waar hij films vertoonde over de natuur van Afrika. Zijn bekendste film was Serengeti Shall Not Die, die in 1959 werd bekroond met een Oscar voor de beste documentaire. De film gaat over zijn pogingen om de trekbewegingen van kuddes Gnoes in kaart te brengen. Samen met zijn zoon Michael, een ervaren piloot, volgde hij de kuddes met een vliegtuigje. Ze zagen hoe de dieren rivieren overstaken bossen doorkruisten en landsgrenzen passeerden. Op deze manier begon Jimek de werking te doorgronden van het kwetsbare ecosysteem van de Serengeti. Verrassend genoeg bleek dat de grassen de grazers even hard nodig hadden als andersom. Zonder grazers zou het gras niet zo alomvertegenwoordigd zijn. Ze waren zodanig geëvolueerd dat ze het afgrazen door een miljoen hongerige dieren het hoofd konden bieden, als de kuddes de stengels afgraasden tot vlak boven de grond, gebruikten de planten hun voedselvoorraad onder de grond om opnieuw uit te lopen. Wanneer duizend hoeven de grond omwoelden en de planten hun zaden verspreidden, werd de volgende nieuwe generatie tot stand gebracht. En wanneer de kuddes verder trokken, konden de grassen snel weer tot wasdom komen, gevoed door de hopen mest die de dieren hadden achtergelaten. De schijnbare ravage die de kuddes achterlieten. Was in feite een essentieel onderdeel van de levenscyclus van het gras. Als er te weinig grazers zouden zijn, zouden de grassen verdwijnen, overschaduwd door hogere planten die zouden gaan domineren bij afwezigheid van de kuddes. Een dergelijke onderlinge afhankelijkheid was kenmerkend voor de ontdekkingen die werden gedaan binnen de opkomende wetenschap die ecologie werd genoemd. In de 19e eeuw waren zoologen vooral bezig geweest de soorten op de wereld namen te geven en te ordenen. Maar nu waren er andere doelen om na te streven. Zoologen specialiseerden zich. Sommigen bestudeerden het functioneren van dierlijke cellen, onzichtbaar voor het blote oog, met behulp van steeds krachtigere microscopen en röntgenstralen. Deze zoektocht mondde in 1953 uit in de ontdekking van de structuur van het DNA, de drager van erfelijkheid. Anderen, de ecologen, ontwikkelden statistische methoden en observatiematerialen om samenlevende dierpopulaties in het wild te bestuderen. In de jaren 50 kregen deze ecologen enige grip op de schijnbare chaos van de natuurlijke wereld en begonnen ze te begrijpen hoe al het leven verbonden is in een web met oneindig veel variaties. Waarbij alles met al het andere samenhangt. Dieren en planten onderhouden hechte relaties tot elkaar. Maar deze ecosystemen zijn weliswaar nauw verweven, maar niet noodzakelijkerwijs robuust. Een klein zetje op de verkeerde plaats zou de hele gemeenschap uit balans kunnen brengen. Gzimek besefte dat dit zelfs gold voor een ecosysteem met de omvang en woestheid van de Serengeti. Uit zijn observatievluchten bleek dat in feite de enorme uitgestrektheid van de savanne verhinderde dat het ecosysteem zou instorten. Zonder heel veel ruimte zouden de kuddes zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, zodat hun grazige weiden de kans kregen om zich te herstellen. Ze zouden het gras tot op de wortels afgrazen en uiteindelijk hun eigen hongerdood veroorzaken. Roofdieren zouden kortstondig hun buikje rond kunnen eten, omdat hun prooien zouden zijn verzwakt door honger. Maar na enige tijd eveneens het loodje leggen. Zonder al die ruimte zou het Serengeti-ecosysteem uit balans raken en ineenstorten. Grishmek wist dat Tanzania en Kenia op het punt stonden om onafhankelijk te worden en mogelijk zouden toegeven aan de oproep de vlakte om te zetten in landbouwgrond. Via zijn films en op andere manieren steunde Gsimek degene die trachtte een goede bescherming van het gebied te realiseren en ruimte te behouden voor de natuur. De Afrikaanse landen namen uit eigen beweging vooruitziende maatregelen. Tanzania verbood menselijke bewoning in het deel van de Serengeti binnen zijn grenzen. Een controversieel besluit. In Kenia werden nieuwe reservaten gesticht in het gebied rond de rivier de Marat. Om zo de volledige Serengeti-trekroute in stand te houden. De boodschap was duidelijk: de natuur is niet onbegrensd. De wildernis is eindig en moet worden beschermd. Een paar jaar later werd dit voor iedereen vanzelfsprekend. 1968 Wereldbevolking 3,5 miljard. Koolstof in de atmosfeer. 323 ppm. Percentage wilde natuur 59%. Ten tijde van de expedities voor ZooQuest had ik tijd doorgebracht met mensen in afgelegen delen van de wereld die heel andere levens leiden dan ik en kennis gemaakt met hun levensfilosofie. Mijn gevoel zei me dat het waardevol zou zijn om hun levens en levenswijsheden voor te leggen aan de kijkers. En de nadruk tijdens mijn overzeese filmprojecten veranderde. Ik begon films te maken over leven en gewoonten van volkeren ver van Europa, in Zuidoost-Azië, op de eilanden in het westen van de Stille Oceaan en in Australië. Ik raakte zodanig betrokken bij deze mensen dat ik meer wilde weten over hun geloof en hun manier van leven. De BBC ging ermee akkoord dat ik ontslag nam als fulltime producer. En een aantal jaren, gedurende zes van de twaalf maanden, programma's zou maken, en de rest van de tijd antropologie zou studeren aan de London School of Economics. Het leek een perfecte regeling, maar het duurde niet lang. In de jaren zestig kreeg de BBC de taak om de kleurentelevisie in Engeland te introduceren. Televisie was tot dan toe zwart-wit. Dit zou gebeuren met een nieuwe zender, BBC 2. Ook de programma's zouden vernieuwend zijn. In welke zin precies was onduidelijk. Dat was de verantwoordelijkheid van de beheerder. Zo'n baan was onweerstaanbaar voor iedereen die belangstelling had voor de omroepwereld. Zo dacht ik er in ieder geval over toen ik de baan aangeboden kreeg. In 1965 stopte ik met mijn antropologie-studie en keerde terug naar het team van de BBC in een leidinggevende positie. Zo kwam het dat ik in 1968, vier dagen voor kerst, achter in de internationale controlekamer van het BBC-televisiecentrum stond te kijken naar beelden die door de Apollo 8-missie terug naar de aarde werden gezonden. We wisten allemaal dat Apollo 8 bijzonder zou zijn. Voor het eerst zou een ploeg een baan om de aarde verlaten, naar de maan reizen, eromheen vliegen, om ook de achterkant in beeld te brengen, die nog niemand ooit had gezien. En terugkeren naar de aarde. Het was bedoeld als testvlucht ter voorbereiding op een echte maanlanding, die, als het aan Kennedy lag, nog voor het einde van het decennium zou plaatsvinden. Het doel van de missie was de maan, maar onverwachts werd de aandacht van de astronauten en van ons gericht op beelden van de aarde. Frank Borman, Jim Lovell en Bill Anders waren de eerste mensen die zich ver genoeg van de aarde bevonden. Om de hele aarde te kunnen zien in één oogopslag. Het maakte grote indruk. Drieënhalf uur na vertrek meldde Jim Lovell aan NASA: Oké, okay, ik kan nu de hele aarde zien door het middelste raam. Ze waren sprakeloos. Alle drie bleven ze mooi. Mooi. mompelen. Anders haalde gouden speciale fotocamera om als eerste mens een foto te maken van de gehele aarde. De spectaculaire foto toont de aarde ondersteboven, bijna beeldvullend, met Zuid-Amerika prachtig verlicht door de decemberzon. Maar zoals alle foto's die tijdens deze missie werden genomen, bleef ook deze onontwikkeld tot het terugkeren op de aarde. In televisiestudio's over de hele wereld wachten we op elektrische beelden. Naarmate het moment van de eerste geplande uitzending vanuit het ruimtevaartuig naderde. Schakelde over de hele wereld meer mensen hun televisietoestel in dan ooit eerder naar één televisieprogramma hadden gekeken. Tot onze verbazing kregen we een prima beeld te zien van het interieur van de capsule. Na enkele beleefdheden legde Frank Borman uit dat Bill Anders, die de videocamera bediende, wachtte tot de zonde de juiste positie had bereikt om de lens door het raam op de aarde te kunnen richten. Nu komen we bij het beeld. Waarvan we per se willen dat u het allemaal kunt zien, zei hij tegen ieder van ons. Op dat moment verdween het beeld. Vanuit het vluchtleidingscentrum in Houston werd aan de ploeg gemeld dat het beeld uit elkaar viel. Wij konden alleen maar wachten. Na een paar minuten live gepruts kregen we te horen dat de telelens het probleem was. Anders schakelde over op de groothoeklens, maar er was nog steeds geen beeld. Zit de lenskap er misschien nog op? vroeg Houston. Nee, dat hebben we gecontroleerd, antwoordde Borman kortaf. Toen verschenen plotseling de eerste beelden op onze schermen. Er was een schijf te zien, maar door de brede lens was hij tamelijk klein. Een groter probleem was echter de overbelichting. De aarde was te fel, beschenen door het licht van de zon. We zien nu een heel heldere vlek op het scherm, meldde Houston. Het is moeilijk te zeggen waar we precies naar kijken. Dat is nou de aarde, zei Borman, bijna verontschuldigend. Het lukte niet om het beeld scherper te krijgen, en we kregen een rondleiding door de capsule. We zagen hoe de astronauten gewichtloos lunchten. Jim Lovell feliciteerde zijn moeder met haar verjaardag, en toen stopte de uitzending. Ik hoop dat we die andere lens aan de praat krijgen, zei Borman. We moesten een hele dag wachten. Op de volgende poging. Op 23 december zaten naar schatting 1 miljard mensen over de hele wereld voor de televisie. Veruit het grootste televisiepubliek in de geschiedenis. Borman begon met een trotse aankondiging. Hallo, Houston, dit is Apollo 8. We hebben de camera nu rechtstreeks op de aarde gericht. De ploeg beschikte niet over een zoeker en kon dus niet precies zien wat er in beeld was. We hebben een verdomd goed beeld van een hoekje, zei Houston. Op dat moment gleed de aarde uit beeld en verdween. De telelens werkte. Maar nu volgden enkele tenenkrommende minuten van iets naar links, een beetje naar rechts. De astronauten probeerden de lens blind op de aarde te richten, terwijl hun capsule 290.000 kilometer verderop langzaam ronddraaide. Maar terwijl op het televisiescherm de aarde in beeld kwam en verdween, keek niet minder dan een kwart van de mensheid op hetzelfde moment naar zichzelf. Niemand durfde met zijn ogen te knipperen. Dat was de aarde, die de hele mensheid bevatte, afgezien van de drie mannen in de capsule die de opname aan het maken waren. Met dat ene beeld, tijdens kerst 1968, stelde televisie die mensheid in staat iets te begrijpen. Wat niemand voorheen op zo'n levendige manier in beeld had weten te brengen. Misschien wel het belangrijkste inzicht van onze tijd: namelijk dat onze planeet klein, eenzaam en kwetsbaar is. Het is de enige plek die we hebben. En voor zover we weten,